Het spoor. Het is de noordelijke grens van de Grunobuurt. Maar dat spoor is ook nauw verbonden met de bouw van deze wijk. Langs de Paterswoldseweg rijden we eerst naar de zuidelijke grens van de wijk, langs de inmiddels lege Nebo-flat. Naar de Muntinglaan, die tegen de zuidelijke ringweg ligt. Wat meteen opvalt zijn de prachtige zilverberken aan het begin van de straat. Deze bomen zien er goed uit. Even verderop in de straat is de toekomst zorgelijker. Deze oude Robunia zorgt nu voor een prachtig plaatje, statig in het grasveldje voor de technische school van het Noorderpoortcollege. De paddenstoelen rond de stam zijn echter een voorbode van slecht nieuws. Het is de schubbige bundelzwam, een parasiet die zo verwoestend werkt dat het eind van de boom nabij is. George van der Wacht heeft ooit John Radekker geassisteerd bij het bouwen van het Nationaal Monument op de Dam. Deze wandsculptuur, bovenop het schoolgebouw aan de Hoornse Diepzijde, is een eigen creatie. Anno Smit heeft in Groningen veel gebouwen opgefleurd met tableaus en siertegels. En ook in de Van Leeuwenhoekstraat komen wij zijn werk tegen. Deze keer zijn het een aantal tableaus rond het thema vrede. En op de plaats waar eens garage Stadspark stond, zijn nu huizen gebouwd. En hier wonen eerlijke en vriendelijke mensen, zo blijkt uit een briefje voor het raam. Bij het ontwerp van de huizen is rekening gehouden met de mogelijkheid van een klein bedrijf op de begane grond. Aan de Parkweg vinden we nog een prachtig oud schoolgebouw uit 1927, ontworpen door gemeentearchitect Sybe Jan Bouma. Deze man was vooral gecharmeerd van de architectuurstijl Amsterdamse school. En dat zie je terug in de fraaie baksteenversieringen. En met een dergelijk stijlpatroon van dakpannen moet er wel af en toe eentje stuk vallen. En die moeten natuurlijk vervangen worden. En die vervangende dakpannen herken je meteen. Langs de Paterswoldseweg staat sinds kort het nieuwste woonblok van de wijk. Maar hoe begon het eigenlijk? Ontevreden over het beleid van de bestaande woningbouwverenigingen besluiten een aantal mensen van de spoorwegen om dan maar zelf woningen te gaan bouwen. Ze richten woningbouwvereniging Gruno op en er wordt grond aangekocht. Onder meer tussen de Paterswoldseweg en het Hoornse Diep. Vanaf de jaren 20 wordt er gebouwd aan de Gruno-buurt. De straatnamen in deze wijk worden genoemd naar mensen als James Watt, de uitvinder van de stoommachine,
George Stephenson, de uitvinder van de stoomlocomotief, en George Westinghouse, de uitvinder van de luchtdrukrem op stoomtreinen. Natuurlijk was er ook een straat genoemd naar de woningbouwvereniging zelf. De afgelopen jaren is bijna alles gesloopt in dit noordelijk deel van de wijk. En ook veel van de nog bestaande panden aan de Paterswoldseweg en de Stevensonstraat zullen nog worden geruimd om plaats te maken voor nieuwbouw. Het zuidelijk deel van de Grunobuurt wordt pas na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. En zo gaat het er dus straks uitzien. Grote woonblokken in verschillende hoogte en kleuren, maar met vergelijkbare vormen. En ze krijgen natuurlijk namen die weer herinneren aan het spoor. Zoals traverse, dat oversteek betekent. Er wordt nog volop gewerkt rond het pand, maar de eerste bewoners zijn er al ingetrokken. En ja, dan maak je natuurlijk graag even gebruik om de binnenplaats te zien. Wat opvalt zijn de kleine privéruimtes gevestigd aan de benedenwoningen en de ruime plek voor gezamenlijk gebruik. Boven zijn de galerijen die naar de bovenwoningen leiden. Beneden is er nu nog ruimte om af en toe een balletje te trappen. En om jaloers toe te kijken natuurlijk. Het tweede woonblok dat gereed is heet statie. En dat betekent halte of station. En daar moeten de andere woonblokken gaan komen. En ze krijgen namen als lampisterie, tractie, tender, couchette, pantograaf. Er komen ook twee nieuwe straatnamen bij. De Dieselstraat, genoemd naar Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor. Door het hoge rendement van deze motor werd het veel toegepast op treinlocomotieven. En de Siemensstraat, genoemd naar Ernst Werner von Siemens, die de eerste elektrische locomotief bouwde. Momenteel is het braakliggend terrein volgegroeid met allerlei planten en het is een lust voor elke natuurliefhebber om even rond te struinen om te zien wat er zoal groeit. Veel gele melkdistels, een enkele klaproos en iets wat je niet zo vaak tegenkomt in de stad, een giftige doornappel. Het speelplaatsje in de Stevensonstraat ligt er inmiddels verlaten bij. Nog een paar jaar en dan zal ook hier, wederom, begonnen worden aan nieuwbouw. De wijk kent momenteel zijn grootste verandering met de nieuwbouw op de plek waar ooit de wijk begon. Maar op enkele plekken is het nog hetzelfde. Het kleine wijkwinkeltje van toen, dicht bij het spoor, is er nog steeds. Alleen zijn de producten tegenwoordig van Russische afkomst. На здоровье и до встречи!